Er zijn een groot aantal taalambassadeurs bereid gevonden om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen, waaronder volkszanger Frans Duits. Ja, ik ben taalambassadeur geworden omdat ik om mij heen ook veel laaggeletterdheid heb. Mijn kinderen zijn dyslectisch, dus ik voel me eigenlijk altijd heel erg aangetrokken bij dit soort onderwerpen. Dus vandaar, het was voor mij helemaal niet zo moeilijk om taalambassadeur te worden. Ja, op 15 mei heb ik de liedjeskast mogen introduceren met heel veel bekende collega's uit het land. Wat de bedoeling is, je hoort een liedje en in dat liedje geven wij een taalles. Ik doe dan het verlengtrucje, zodat je weet wanneer je de D of de T moet schrijven, of de P of de B. Nou, als je daar wat meer van wil weten, kun je er natuurlijk alles van vinden op de website. Onder andere ook op die van mezelf. Maar dat is de liedjeskast. Leren door middel van muziek. Eindigt een woord op O of A, dan schrijf je in het meervoud, komma S en A. Dit is een liedje uit de liedjeskast. De liedjeskast kent 15 liedjes. Ieder liedje gaat over een taalregel. Bij ieder liedje hoort een kastje waarmee je de taalregel kunt oefenen. Een heleboel bekende Nederlandse artiesten hebben de liedjes ingezongen. Woorden breken als je ze gaat klappen. De tegenwoordige tijd. Al zingend leer je taalregels. En met schriftelijke en online oefeningen oefen je de regels. Heel veel mensen hebben moeite met de Nederlandse taal. Het is heel erg moeilijk als je een taal niet volledig beheerst, omdat je soms een beetje niet zo slim overkomt. Dat geldt bijvoorbeeld voor laaggeletterden, maar ook voor mensen die Nederlands als tweede taal leren. Het gaat zeker om ruim 2 miljoen mensen. Ik was eigenlijk wel blij met de liedjeskast, want dan kan ik het zelf ook een keertje goed begrijpen. Zij kunnen allemaal oefenen met de liedjeskast. Als het moeilijk voor je is om de taalregels te leren en uit elkaar te houden, kan een leuk liedje wel eens heel goed helpen. Je zou denken wat je hoort, moet je ook schrijven. Dan zouden veel meer mensen bij de les kunnen blijven. Beste professoren van onze taal, kan het niet eenvoudiger allemaal? Nu moet je zoveel weten en leren. En alle regels van de taal bestuderen. Dus klinkt er een T aan het eind van een woord. Schrijf vaak een D en dat is iets wat me stoort. Maak het woord langer, dan hoor je pas goed. Of je een T of een D schrijven moet. Hond met een D, omdat je zegt honden. En grond met een D, want het is gronden. En mast met een T, want het is masten. En kast met een T, omdat je zegt kasten. De laaggeletterdheid is gewoon behoorlijk groot in onze regio. En om te laten zien dat wij gewoon meer kunnen met z'n allen. En je hoeft niet bang te zijn dat je een taalfout maakt. Daarvoor moet je gewoon meedoen aan de grote digitaalstrijd. Ja, waarom mensen mee moeten doen met een grote digitaalstrijd, dat is heel simpel. Ten eerste, het is heel erg leuk. Ten tweede, we pakken een probleem aan wat echt wel een probleem is in deze regio. Maar het belangrijkste is dat je er zelf voor staat. Dat je je team bijvoorbeeld, een team mensen, om je heen meeneemt om te motiveren om mee te doen aan deze grote digitaalstrijd. En het is gewoon één groot plezier. En je doet er iemand een plezier mee. Dus je pakt twee vliegen in één klap.